Er zijn dingen in dit leven die ik niet ga meemaken en die jij waarschijnlijk ook niet gaat meemaken. Namelijk miljoen. De kans is klein dat wij ooit 1 miljoen euro winnen, of dat we ooit 1 miljoen abonnees halen, of 1 miljoen volgers op Instagram, of 1 miljoen weergave op een video. Maar dingen zoals 1 miljoen, dat gaat gewoon niet zo snel gebeuren. En nou is er een programma, Miljoenenjacht, en dan kan je maximaal 5 miljoen euro winnen. En dat vind ik wel een leuk programma op zich. Ik bedoel, je moet eerst een vraag beantwoorden, een soort rekensom, en dan degene die het goed heeft, of het dichtstbij was, of het snelst was, die mag dan kiezen of hij een koffer wil, of een desk. En dan kiezen heel veel mensen om achter de desk te staan, maar je hebt ook mensen die voor een koffer kiezen. En dan zou ik zelf persoonlijk denk ik voor de desk kiezen. Het lijkt me helemaal geweldig om een keer op tv te komen met Miljoenenjacht, en misschien dat dan nog wel in de finale komt te staan. En dan zou ik doorspelen tot de laatste koffer. Kijk, dit is misschien heel stom, maar misschien win je maar 5 euro of zo. Maar ik zou gewoon doorspelen tot de laatste koffer. En dan wil je misschien liever 1 miljoen winnen, of 5 miljoen, dat is natuurlijk veel beter. Maar stel je nou eens voor dat ik tot de laatste koffer doorspeel. Dan ben ik misschien wel een van de bekendste deelnemers uit Miljoenenjacht. En dan denken mensen van, hé, die Wouter Boeven, dat is wel een bijzondere gast. Die gaan we eens even opzoeken. En dan zou dan nog meer volgers leveren voor mijn YouTube-kanaal. Dus dat is slim bedacht. Ook al dan geen 1 miljoen euro gewonnen, wel nieuwe volgers erbij. Dus zo zou ik dat dan doen. Maar goed, wat zou je nou doen als je 5 miljoen euro hebt gewonnen? Ja, ik zou denk ik een huis kopen. Dat zegt iedereen trouwens standaard. Maar een huis heb je nou helemaal nodig. Dus als ik 5 miljoen euro zou winnen, ik zou een huis kopen. Misschien niet een te groot huis. Wel een beetje wel een mooi huis. Hoeft niet allemaal per se luxe met een zwembad of zo. Maar gewoon een mooi huis waar je in kan wonen. Dat lijkt me dan wel weer fijn. Ik zou ook wat bedrijven willen kopen, denk ik. Bijvoorbeeld wat supermarkten. Dat we een Wouter Boeven supermarkt hebben. Hartstikke leuk natuurlijk. Een supermarkt met mijn naam erop. Kom jij er dan werken? Hartstikke leuk. Een restaurant zou ik wel willen hebben met mijn naam erop. Het Wouter Boeven restaurant. Dat zijn allemaal dingen die ik zou willen. Maar het zijn allemaal dromen die nooit uitkomen. Want de kans dat je 5 miljoen wint is nog kleiner dan de kans dat je... weet ik veel. Maar de kans is gewoon heel klein. Maar soms is het wel eens mooi om erover te fantaseren. 5 miljoen euro, luxe vakantie naar Spanje, een mooie dure auto. Ja, niet dat ik er wat aan heb, want ik heb geen rijbewijs. Maar die dromen zijn er wel allemaal. Ik zou denk ik ook gelijk een nieuwe computer kopen, een wat snellere. Zo wel beter. Misschien een nieuwe camera, iets met wat betere kwaliteit. Nou is de kwaliteit van deze video's, de beeldkwaliteit, is niet heel slecht. Maar ik zou in ieder geval een nieuwe grotere camera kopen. Dus ik zou ook heel veel geld uitgeven aan YouTube, denk ik. Ja, maar ja, zoals ik net al zei, de kans op 5 miljoen euro winnen, die kans is heel klein. Maar een mens mag dromen, hè. Al komen je dromen nooit uit. En ik denk op het moment dat ik 5 miljoen euro heb gewonnen, dat het voor mij dan ook veel minder moeilijk zou zijn om een relatie te krijgen. Al zijn het dan niet echt goede relaties, want die doen het alleen maar voor je geld. Maar ja, daar moet je nooit aan beginnen. Maar goed, daar zou ik toch nooit last van hebben. Want 1 miljoen euro winnen, zou mij nooit gebeuren. Goed, wat zou jij doen als je 5 miljoen euro hebt gewonnen? Laat me even weten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter. En die is geen miljonair.